Hoi allemaal, ik ben Jelene en ik ben er weer met de gloednieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time, zoals ik jullie iedere keer zeg, kan je zoveel verschillende dingen doen. Dus waarom zou je niet gaan naar het Business and Balance Riverside Event, dat uh, wordt georganiseerd? What we need is a little Q-Time? Vandaag is Nancy Baldwin van Ancela Virtual Assistance. Ik heb het er eens in gezegd. <laughs> <laughs> Ze is op me. Helemaal. Ze is <laughs> dus hier bij ons vandaag en gaan we er alles over vertellen. Hi Nancy. Hi Jelena. Hoe gaat het met je? Behalve griep lukt het. Ja, yeah, het is wel een ja. struggle. But you ja, got this girl. ja, ja, ja. Vitamine C. Ik ben groter dan die griep. Ja, ja, ja. En ja. And that's all God. Jawel. <laughs> Nou, uh -huh. het gaat wel. We gaan de griep even terzijde laten. Ja. Je bent lekker bezig geweest. Uh -huh. En niet eens alleen, want het is een groep mensen die dit ja. uh, bij elkaar hebben gezet. Maar Klap. Business. En balance En ja. Riverside Event. Ja, ja. Het, oh, oh, ja <laughs> je moet er gewoon bezig zijn. Yeah, ja. what's, what's going to happen? Ja, nou, kijk, het is dus zo. Laten we beginnen bij het begin. that's the best Het is zo gestart. Uh, ik denk dat Lady Business Academy geen onbekend instituut is binnen de samenleving. Daar staat Leanne dezelfde dus achter. Ze kwam met het idee om iets leuks te doen. Um, Lea is all about business. Um, maar wat we niet moeten vergeten is om een balans erin te brengen. We willen geld maken. Uh, alles wat duurder. We we'll hebben doelen om te bereiken. Maar het is ook belangrijk om te blijven sane. Het is ook belangrijk om de balans te houden in knowing when to make money en knowing when to relax. En right? um, er is heel veel de afgelopen jaren. En met name vanaf COVID zijn we heel veel bezig met mental health. Um, want het heeft een extra druk gelegd mm -hmm. op de wereld. Mm -hmm. So now when we're going back to business. We willen iedereen met TWK inhalen. Want uh, businesses zijn over de kop gegaan. Um, we we'll zijn innovatiever geworden om geld te maken. Mm -hmm. Maar je moet ook een keer rusten. Je moet ook een keer fun hebben. En we like to have an event: dat we dus niet letterlijk alleen maar kijken naar een uh, workshop waar we een x-aantal topics bespreken. Of dat je um, alleen maar iets leuks doet voor de dag. ...but we're gonna have a combination. Er zijn vaak genoeg business events, ja... ...maar aan de ene kant met netwerken. borrelje. Snap je? En we willen niet dat alleen hebben. Zo, so at the end of the day... Uh, ...kunnen de mensen lekker in het water op Akaribo... ...want het wordt op Akaribo gehouden. Mm. Dus waar we naar kijken, of waar we naartoe toe willen... ...is om te gaan kijken naar... ...zijn we als Surinaamse ondernemers... ...en met name de uh, kleine of midden ondernemers... ...ready to go bigger... Of ready to be a vendor. Right? Um, mm. Er is nu heel veel gaande. Er zijn nu heel veel buitenlandse bedrijven in Suriname. En toch als het neerkomt to be a vendor. Um, zijn we nog moet, niet daar, hè? Precies. Dan moeten ze toch nog iemand van het buitenland hebben. Um, of we hebben nog niet voldoende knowledge. Of wel die knowledge. Maar niet we weten meebouwen. nog niet hoe op papier defender moeten zijn. Want er zijn soms toch nog documenten die we niet ready hebben. We zijn bijvoorbeeld niet, niet bij met belastingen of we weten niet hoe we dat goed moeten registreren um, of uh, de jaarrekeningen zijn niet altijd bijgehouden of niet goed bijgehouden. We hebben niet gekeken naar onze track we hebben het niet bijgehouden. Those are very important things die je dus moet hebben om uh, te keep up to at some point be able to become a fender. Um, maar ook als je dus wat gaat groeien, en niet alleen binnen Suriname, maar ook buiten Suriname. dan want je moet ook weten wat er we daar buiten mm -hmm. gevraagd. Dus so, dat is de richting waar we naartoe willen. Om te kijken dat de big boys ons een beetje wegwijs maken. En met de big boys keek ik naar uh, organisaties met ervaring, zoals GSL um, Suriname. Uh, dan keek ik ook waar verstaat uh, GSL? Um, ...Homer oh, dat even maar GSL is dus internationaal bezig... ...en zij leveren onder andere ook manpower voor... Mm. ...binnen met name de oil and gas industry. Mm. Oké, okay, right. okay, you. Um, uh, logistics, mm -hmm. ze zijn gestart met logistics... ...en dan ook uh, human capital geleverd of omgekeerd, Homer mm had -hmm. oh, Maar dat mm -hmm. ...but that's their core business. So they know what is needed to get there. So uh, krijgen we dus de tools mee van hun... Mm -hmm. Uh, we hebben ook... Uh, de directie van... OTNV, Dat staat voor... Organizational Transformers. En dan kijken we naar Gil Meyer en Marvin Polak. Mm -hmm. Die ons ook een paar... Uh, tips en tricks zullen geven. Um, we gaan ook... een beetje schilderen. Dat is de balance part. Yeah. Toch, we gaan leuke mm -hmm. dingen doen. Um, en we gaan niet kijken dat... je moet dit tekenen... of je moet dat tekenen. No. What you feel. Wat komt er in dat moment in je op? Doe whatever you like. Mm -hmm. Maar je bent niet verplicht daarmee mee te doen. Als je zegt hey, ik wil gaan met ik wil schilderen, mag dat ook. Zo so, begeven mensen Jullie ook. Je moet me niet vragen, doen. je keuze. Ga je iemand. <laughs> maar Als een dolfijn, ga je niet daar zo, kr, zo door het water gaan. It's, Ah. Fully up to you, because mm. you're paying, so you, mm -hmm. you decide which part you want to keep the balance, which part you want to keep the business. Maar als ik zo goed naar je luister, want het is een heel programma die mm -hmm. de, de business and balance uh, een beetje betere mm -hmm. inzagen, hoe je de tools kan krijgen, mm -hmm. hoe je de balans kan vinden, maar ook de, de nodige informatie voor de, de middelgrote en kleine businesses yeah. om zich klaar te stomen over, de the, the big change that is coming, yeah. <coughs> right? Maar als ik niet mee hoef te doen, dan mm -hmm. kan ik gewoon een voorbeeld zijn voor een aantal mensen daar. Dat ik, hoe ik mijn balans opmaak. En dat het wel degelijk niet in balans is of juist overbalanced. Mag ik? Soms heb je. Sometimes you think you know which way you're going. En dan is er nog net één onderwerp, één truc waarvan je denkt: ah, oh, daar had ik gewoon niet aan gedacht. Mm -hmm. Bijvoorbeeld te geven, ik was gestraven bij een. een uh, ik ben lid van JCI-CIMA en er was een JCI-CIMA uh, business talk. En de topic gisteren was um, onder andere IT, gebruik van IT. En de laatste stelling ging over artificial intelligence, mm -hmm. als we daar ready voor zijn. En de meningen waren verdeeld. And I get that part, want mm -hmm. sommige mensen hadden zoiets van: het maakt je leuk, het maakt je niet leuk. Dat zijn ook onder andere dingen die we los willen krijgen bij mensen. Toch een heel belangrijk aspect van verandering, to, be, to grow your mm -hmm. business, is fear. Toch, we zijn vaak genoeg bang voor die verandering. Ja, maar wat else? Ja, maar er zijn denken dat we heel veel geld nodig hebben om ons bedrijf uit te breiden. Maar ook bijvoorbeeld simpelweg samenwerken mm -hmm. kan ook gewoon op zo'n punt ervoor zorgen dat je business gaat groeien. En daarom ook dat we dus als businesses samenwerken toch? Um, bijvoorbeeld Iba events is een van de partners. Um, Irijda heeft genoeg ervaring in events organiseren. Ze kan ook zeggen, ik doe het alleen. But why go alone when you can grow together? Mm -hmm. Go together and grow together. Mm -hmm. En dat is ook wat we willen dat um, de andere ondernemers moeten hebben. Want soms heb je andere mensen nodig, maar weet je niet hoe je moet groeien um, en wie je nodig hebt. En wanneer je daar bent, dan denk je van, hey, oh ja, this is what I needed. De aanwezigen zullen ook de gelegenheid krijgen om hun business te pitchen. Mm -hmm. Toch? Um, je kan vooraf zeggen van, hey, but I don't know how to do that. Het is geen competition. Mm -hmm. Dus het is niet, je krijgt er een prijs voor of je, krijgt, of je wordt gekoppeld aan een investor. Maar de gelegenheid krijgen om je business te pitchen, kan er ook gewoon voor zorgen dat iemand zegt, I need you mm -hmm. or I need your product. Mm -hmm. Snap je of ik heb jouw dienst nodig? Um, dus het is dus, een hele andere opzet dan uh, yeah. gewoon een... Uh, net just regular, een netwerkbarrel. I, I yeah. get what you're saying. So, <coughs> correct me if I'm wrong. Want mm -hmm. ik, in, in mijn hoofd ben ik al een beetje daar. Hè? <laughs> you're welcome. Ja, toch? We <laughs> hebben dus dat serieuze gedeelte. De, de, yeah. de sessies die worden gegeven. Je krijgt de ruimte om jezelf um, te pitchen. Je mm -hmm. business te pitchen. Mm -hmm. In een, in een, in een niet-traditionele setting. Klopt. En voor de overige... Uh, gasten die daar ook daar zijn, die mm -hmm. niet op een, aan het pitchen zijn op dat moment, is het voor hen ook een, 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 een fishing pond waar ja. ik kan, kan kiezen van: hey, dit heb ik nog Zeker. niet, of, die kan me meer informatie ja. geven. Zonder dat we moet, uh, rekening moeten houden met: oké, okay, we hebben deze business attire nodig. Ja, we knap. moeten strak in ons pak zijn. Het ja. is een hele relaxe sfeer. Ja, klopt. En we kijken dus ook naar met welke um, partners kunnen we nog meewerken. Mee, mee mm -hmm. um, we hebben. Larissa Bardan van LB Handbags. We hebben uh, MC Souls of DJ Souls van Souls Entertainment. Mm -hmm. um, we hebben Prehesia Winery. Mm -hmm. uh, die zijn dus ook daar zijn met hun lekkere wijnen. Dus het is ook dat, mocht het zijn dat iemand zegt van, hé, hey, maar ik wil er ook bij zijn, ik wil ook een sponsor zijn. Mm -hmm. Want ook daarmee zijn we bezig dat als je een sponsor wil zijn of een partner mm -hmm. in het event... Um, dat we ervoor openstaan. Mm -hmm. Omdat we dus echt staan voor uh, samenwerken en zoals ik eerder zei. Uh, grow together. Go ja. together. Ja, nee, ik, ik zeg doen. Ik ja. zeg gewoon doen. Ja. De belangrijke vraag heb ik nog niet gesteld: wanneer is het precies? Mm -hmm. Hoe kan ik meedoen? Is het gratis? Wat is de mm -hmm. deadline? How does it work? Mm -hmm. okay. Zeg maar, zeg maar. Nou, <laughs> ik ga wel een speaker. Het yeah. is op 31 augustus. Mm -hmm. um, dus de mensen hebben nog een beetje tijd om. Uh, ik kan niet zeggen sparen, want het is mm, echt niet zo duur. Nee. Klinkt zo duur als ik zeg, je moet sparen daar naartoe. Mm, ze um, hebben dat geld. Maar we hebben, <laughs> we hebben opties gegeven. Mm -hmm. Nu zijn we in de periode van de Early Bird Fee. Mm -hmm. En dat is tot 26 juli. En dat is dus 119 US. Mm. Um, wat ook kan, als je een van de business partners van dit event kent, kan je vragen naar de kortingscode, dan betaal je $100. dollar. Mensen dus moeten zeggen je, Nancy. Als, dus als, je, als, je, als je mij persoonlijk kent, als je Leanda kent, als je um, Iraida kent, als je Giselle kent mm -hmm. of als je Larissa kent. Laat me de namen volledig uitspreken. Mm -hmm. uitspreken. Mijn persoon Nancy Balderwijn, Leanda Seldenrust, Iraida Rijker, Giselle John-Kissim of Larissa Bardan. Dan is dat je kortingscode en dan betaal je 100 dollar. Mm -hmm. Oké. Okay. Wat we dus ook hebben is de best business deal. Kom met je business bestie. En als je met je Business Bestie komt, dan betalen jullie elk 99 US. Zie je geld. Mensen. Dat bedoel ik. Mm. Toch? Dus mm. je moet geen van die mensen opzitten. Sorry, dat kan om te komen. Mm. Maar dat, teams van 26 juli, mm -hmm. je hebt geen je je gebruik kunnen maken van die yes. early bird fee. Je um, Business Bestie deal. Mm. Ook niet. Dan komen we op de Normal Fee. Dan zitten we mm. op 125 US. Mm -hmm. Oké. Okay. En als dat ook niet lukt. Dan hebben we die laatste week, mm -hmm. half dan wordt het 150 US. Right? So, en hoe registreer je? Nou, volg ons um, op Facebook, op mijn page, dat is Ansela Virtual Assistance, mm -hmm. of op die van Leanne, dat is Leading Business Academy. Ze heeft de event aangemaakt, de registratielink is er, of app me op 815-8998. En dan stuur ik de registratielink voor je. Dan registreer je, je betaalt en je doet gewoon gezellig mee. We zorgen ervoor dat je ontbijt hebt. We zorgen ervoor dat je lunch hebt. Ik heb het al gezegd, Beresia ja, Winery is daar. Dus je krijgt ook nog wijn. We zorgen ervoor dat je genoeg snacks hebt en genoeg drank hebt. Dus, en je kan zwemmen hoor. En is water. En dat bedrag. Je, is, hebt, ja. dus je is, moet gewoon komen. Dat is veel, ja. ja. Oké, okay. dus. En, en de, en de, de en MC Saus is er nog. De muziek is er ook ja, nog. Dan, ja, klopt. Ja. Klopt. Top. Dus het, is, dus het uh, komt helemaal goed. Het is gewoon een event waar je erbij moet zijn. Ik, nee? uh, doen. ik, heb, ja. ik heb eigenlijk niets eraan toe te voegen. De is, je moet je gewoon registreren. De andere business events, dan zitten we in Royal. In oh, Royal zitten we in Terrarica, Of in, 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 in Hohi dat, Marriott. En dan iets verkeers daaraan. Hmm. Maar dan zijn we in een zaal toch? Ja, en dan zitten dan je dan we lekker, lekker buiten. buiten. Je komt lekker chill gekleed. Ja. Je promote je business. Je ontmoet. ...zeker wel iemand met wie je in zee kan gaan... ...of iets dergelijks. Mm. En het is relaxed. En dat is natuurlijk zijn chill, toch? Hmm. Maar nu is het business and chill. Business en balance A ja riverside well, Helemaal. Zei. hey Nee, Nancy. <laughs> mm -hmm. Je hebt het helemaal verkocht daarmee nou, dus het was je jou daar? Ik, ik heb geen business. Maakt niet uit. Misschien krijg je het idee om een business te starten. Dat en weet je, oh ja, laat me dat ook recht trekken. Je hoeft niet per se een business te hebben. Mm -hmm. Als je dus ergens werkt, kan het ook zijn dat jij die informatie opdoet voor je werkgever. Als je werkgever, um, ik zou niet zeggen iets ontbreekt klinkt een beetje crew, mm -hmm. maar je weet maar nooit welk idee in je oppopt. Uh, maar ook personal growth is belangrijk. Mm -hmm. We denken vaak genoeg dat een business event alleen is als je een business hebt. Maar als persoon wil je ook groeien, toch? Dus so binnen being a person that wants to grow, mm -hmm. is het ook altijd goed om jezelf te promoten. Because pitching is niet alleen je business. You're actually pitching yourself. En niet alleen je business. En so, de pitch begint altijd met you, because you are your business. Mevrouw Nancy, she just read the room with me. Ik heb gehoord dat hij Nee, <Yeah>. dank okay. u. <laughs> dus die registratielink links, ik straks bij jou. Nee, nee, nee. Epoch. Echt Direct. Direct. <laughs> 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 ik wil even bedanken voor het komen. Yeah. En het vertellen over het event. En, ehm... Um, ik hoop dat iedereen zich aanmeldt, dat ze gebruik maken van de deals mm -hmm. en dat het uh, gewoon een bomvolle Acaribo wordt yeah, waar yeah, iedereen ja, aan het trekken kan. Daar gaan we voor en thank you for having me. Oh, my pleasure. <laughs> <laughs> en jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Op 31 augustus wordt de Acaribo, de Business and Balance Riverside event georganiseerd. Er zijn vijf partners hier aan verbonden. Uh, mevrouw Nancy Baldewey, mevrouw Larissa Bardaan, mevrouw Leanda Seldenrus, Iraida... Reker ja. en de laatste naam ben ik even. Giselle Chan Giselle Chan en zij organiseren dit. Dit is voor de middelgrote of kleine ondernemers, maar je zit ook gewoon thuis zit en denkt van hey, ik wil gewoon meer uh, informatie krijgen. Ik wil gewoon weten hoe ik de balans tussen werk en en, 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 en and everything else wil vinden. Daar is, dit is het, dan het event voor jou. Je kan naar de Facebook-pagina gaan. Er is ook een event aangemaakt voor de Business and Balance Riverside event. Ga je registreren. Er zijn verschillende packages waar je gebruik van kan maken. Als je op tijd bent, heb je de deals. Als je laat bent, ga je gewoon de normale prijs betalen. Maar dit is een event dat je zeker weten niet wil missen. Je bent gewend om vaak zo strak in je pak te zijn, maar dit is een hele relaxte sfeer om ook zaken te doen. Om ook connecties te maken en ook gewoon meer informatie te krijgen. So, registreer. Doe mee. It's gonna Be a great day with a lot of information, and you should be there. And remember, your time plus my time is Q time. Q -time. What a Q -time? Q -time. This is another Supreme production Supreme TV. TV. to entertain. To inform, to inspire.